Nee, dat. En dan zeggen sommigen, ja, maar die hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Hebben ze niet. Als je een bedrijf naar de kloten helpt en je krijgt daar een gigantische bonus mee en zoveel jaar wachtgeld, wat voor verantwoordelijkheid heb je? Iedereen heeft toch een verantwoordelijkheid. Als je gezin hebt, kinderen, je moet je huur betalen dat je niet op straat komt. Ja, want als jij je huur niet betaalt, sta je op straat en dan word je ziek en dan ga je heel snel dood, nou, een miserabel leven. En je krijgt een leven mee en dat is toch de grootste verantwoordelijkheid wat je hebt. En de rest is bijkomstigheid, zelfs als je kinderen neemt, want die neem je uit vrije wil normaal gesproken. Nee.